Nou, ik ga vandaag naar Hilversum toe, naar een uitzending van Kassa, omdat vandaag in dat programma de verkiezing plaatsvindt van de meest toegankelijke gemeente van Nederland. En ja, de gemeente Goes is samen met nog vier andere gemeenten genomineerd voor die prijs, zeg maar. En vanavond gaan we kijken of wij nummer 1 worden of misschien niet. Straks bekend wie van hen de meest toegankelijke gemeente voor mensen met een beperking heeft. De winnaar krijgt de prijs uit handen van minister Hugo de Jonge. Ja, dan gaat de gouden envelop open. Ja. De winnaar van de meest toegankelijke gemeenteverkiezing 2018 is geworden de gemeente Hardenberg. André, niet gewonnen. Nee, dat klopt. Maar toch behoren we tot de vijf meest toegankelijke gemeenten. En dat vind ik eigenlijk heel erg leuk. En het betekent in ieder geval dat wij als gemeente Goes gewoon doorgaan met daar waar we mee bezig zijn. Goes tot een steeds toegankelijker gemeente te maken. En dat blijven we gewoon doen.